Ze behoren tot de weinige oranje verenigingen in ons land die het feest voor Koninginnedag dit jaar verplaatsen naar zaterdag 27 april. Oranje vereniging Eten uit de gemeente Aalburg. Johan en Marianne van Doesburg, de motor achter deze vereniging, hoeft hierover niet lang na te denken. Wij hadden zoiets van, ja, Koninginnedag, dat wordt nu heel anders eigenlijk, 30 april. En ja, de meeste mensen zitten toch voor de buis om te kijken hoe die gekroond wordt. Dus ja, dan konden wij het wel door laten gaan op 30 april. Maar de kans is ja, 95% dat er eigenlijk niemand komt. Dus blijven ze voor de televisie zitten. Gezien het feit dat dit toch een uniek gebeuren is, dat ja, er wordt een koning gekroond, had ik wel verwacht dat er meerdere oranje verenigingen zouden zeggen van, joh, we verzetten het. Er zullen een heleboel verenigingen bij zijn die gezegd hebben, we huren een scherm. Maar ja, dat is voor een wat grotere oranje vereniging is dat wat meer te doen dan voor een kleintje. Want ja, de financiële middelen, dat is voor ons niet zo groot als natuurlijk als voor een grote oranje vereniging. Ja, we hebben gewoon ons programma, dagprogramma's helemaal omgezet. We beginnen 's morgens voor de kindjes met een ochtendprogramma, met spelletjes en sprookjesthema. We hebben de versierde fietsen en karren optocht. 'S Middags is de rommelmarkt, ook nog wat spelletjes. Er is live muziek op de achtergrond. En ze kunnen met de fietsroute meedoen. De gewone feestavond die stond voor 30 april, die blijft gewoon staan. Dat is de Voice van Aalburg. En we willen voor de koning als eerbetoon alle inwoners een ballon laten oplaten met een kaartje met een wens voor de koning eraan. Als we de andere vereniging niet ook kan schuiven, dat we toch op die zaterdag wel meer mensen krijgen dan we anders hadden gehad. En ja, we zeggen altijd hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus ja, laat ze maar komen, zou ik zeggen. Ze hebben alle twee eigenlijk wel de uitstraling van als gewone mensen. Niet van hier ben ik, maar nee, echt gewone mensen die toch de gezelligheid ook uitstralen. Die, als je ze ziet lopen op een Koninginnedag, dan, ja, dan doen ze gezellig mee met iedereen. En dat vind ik wel prettig. Volgend jaar hebben we dus Koningsdag op 27 april. Wat vinden jullie daarvan? Ja, het zal wennen zijn. Het is iets anders. Het is vernieuwend. En, ja, het is wel zijn verjaardag, dus ik vind op zich het wel een wijs besluit dat ze dat gedaan hebben. Het zal altijd een feestdag blijven en of het nou een koning is of een koningin, dat zal denk ik weinig uitmaken. Heel misschien dat je met hele andere ideeën komt voor een Koninginnedag, maar ik hoop het niet in ieder geval. Ik hoop dat het zo gewoon blijft.